En we zien patiënten regelmatig terugkomen met familie om ons uiteindelijk nog een bedankje te geven. Veel mensen die langer hier op IC verblijven. En dat is wel een hele mooie groep om te verzorgen, want die mensen die je goed kennen. De kwaliteit van zorg is het belangrijkste voor die patiënt. Maar als je dan ook vakinhoudelijk aan een stukje beademing denkt, of nierfunctievervangende therapie, of aan infuuspompen, of allerlei technische vaardigheden, dat maakt het vak wel boeiend. Dat maakt het wel leuk. Met name de familie vind ik heel erg belangrijk. Dat is eigenlijk de belangrijkste factor in de ondersteuning voor de patiënt om te herstellen. Aan de andere kant, als een patiënt acuut verslechtert, dan is snel ingrijpen zeker noodzakelijk. Het ETZ is neurocentrum en traumacentrum voor de regio. En dat houdt in dat veel trauma/neurotrauma patiënten bij ons binnengebracht worden. Er gebeurt veel instabiele patiënten, veel vitale functies die wij moeten ondersteunen. Daarnaast hebben wij op onze IC zelf elke dag rond 12:15 een klinische les waar je als verpleegkundige en arts bij aan kunt sluiten. En dat maakt het werk heel divers en dynamisch en daarom voor mij heel erg aantrekkelijk. Het werk als IC-verpleegkundige is ook wel zwaar, maar het is het echt wel waard als je de patiënten uit hun dal ziet krabbelen. Ja, dat maakt het wel waard om dit werk te doen.